Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke make-up tutorial. Deze look is gericht op kerst. Het is een leuke full glam kerstlook. Het is wel echt full glam. Het is ook een iets moeilijkere make-up look. Het is een soort rood-bruine cut crease glitter make-up look. Dus het is echt een full face make-up. Ik vond het heel leuk om deze look te maken voor jullie. En ben je benieuwd hoe ik deze make-up look heb gemaakt? Dan blijf kijken. Nou, we gaan beginnen met de tutorial. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de Smashbox Photo Finish Primer. Ik doe altijd gewoon zo een beetje op mijn hand. Of ja, een beetje veel. En dan smeer ik het gewoon zo op mijn hele gezicht. Ik heb mijn wenkbrauwen trouwens al gedaan. Ik heb daarvoor de Benefit Brow Pencil gebruikt in de kleur 6. Als foundation gebruik ik mijn Estée Lauder Double Wear Foundation in de kleur 3 en 2. En ik gebruik mijn Kiko Foundation Kwast om het helemaal in te blenden. Deze kwast is limited edition bij de Kiko, dus als je hem wilt moet je hem snel halen. Deze is van de nieuwste collectie, de Arctic collectie. Maar die gaat er wel uit, dus dan weten jullie dat. Ik heb toen net mijn haren zwart geverfd, dus als je wat donkere plekken op mijn huid ziet, zoals hier zo, dat is van de haarverf. Ik heb ook hier een streep die er niet af wil. Als concealer gebruik ik mijn Maybelline Age Rewind concealer in de kleur Light. Ik breng hier best wel veel van aan, omdat dit toch wel echt een full glam look wordt. En full glam betekent ook veel concealer. Ik doe dit zo onder mijn ogen. Een beetje op mijn kin. Op mijn voorhoofd. En een streep op mijn neus. Om te contouren gebruik ik mijn Kiko Sculpting Stick in de kleur 201. En dan gaan we even deze botstructuur eruit laten poppen. En dan gebruik ik mijn Boozy Shop Large Flat Contour 4300 brush. Echt, dit is echt een hele mond vol. En daarmee ga ik het uitblenden. Maar ik ga eerst mijn concealer uitblenden met mijn Beauty Blender. Mijn neus doe ik pas als laatste. En dan ga ik nou gewoon mijn contour uitblenden. Als je echt een precieze uitleg wilt over hoe ik contour, kun je ook mijn contour video bekijken. Ik zal even de link hier plaatsen. En dan kun je er gewoon op klikken. En daar vertel ik gewoon echt uitgebreid hoe ik contour. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn en die video nog niet hebben gezien. En met mijn Beauty Blender ga ik mijn neus uitblenden. Ik begin eerst met de donkere stukken en dan de concealer in het midden. Nou is het tijd om te gaan baken. Ik gebruik daarvoor mijn Beauty Bakery Translucent Powder. En ik breng super veel aan onder mijn oog. Ik doe ook een beetje op mijn neus, daardoor lijkt hij straks smaller. Op mijn kin ook, bij mijn voorhoofd. De concealer op mijn neus zet ik ook. Terwijl deze poeder op mijn gezicht zit, ga ik nog een keer contouren, maar dan met poeder. Ik gebruik mijn NYX Contour Palette en ik pak deze kleur om te contouren. Nu contour ik ook bij mijn kaak en een beetje omlaag op mijn nek. Daardoor lijkt je nek ook iets smaller. Ik bedoel, van als je toch bezig bent, kun je dat ook meteen doen. Nu ga ik mijn beek eraf halen. En met het beetje wat dan nog op de kwast zit, doe ik ook de rest van mijn gezicht. Omdat ik nou best wel veel poeder op mijn gezicht heb, doe ik even snel een fixing spray erop. En dan druk ik het er gewoon zo in. Zo, mijn basis zit er voor nu op. Dan ga ik verder met de ogen. Ik gebruik mijn Emit Makeup Oogprimer. En dit doe ik gewoon zo op mijn hele oog. Op allebei de ogen. Ik zit nou te denken dat ik misschien eerst mijn ogen had moeten doen en dan pas mijn gezichtsmake-up. Maar ja, nou heb ik het al gedaan. Zo, de primer zit erop. Ik pak eerst mijn Zoeva Cacao Blend Palette. En ik pak deze witte kleur om mijn hele oog af te poederen. Dit doe ik zodat de rest van de kleuren goed hierin gaan blenden. En niet gaan plakken aan de oogprimer. Dan pak ik deze Kiko Smart Blush in de kleur 5. En ik ga deze blush gebruiken als transitiekleur in mijn arcadeboog. Met een fluffy kwast doe ik dit helemaal in mijn arcadeboog. En ik breng het helemaal naar buiten tot ongeveer het einde van mijn wenkbrauw. Dit is dus eigenlijk een blush, maar je kunt het gewoon ook gebruiken als oogschaduw. Dat kan eigenlijk altijd wel. Je kunt vaak blushes gebruiken als oogschaduw of bronzers gebruiken als oogschaduw. Je kunt zelfs af en toe lipstick gebruiken als oogschaduw. Of als blush, kan ook. Als cream blush. Do whatever you want. En dit doe ik dan natuurlijk ook bij dit oog weer. Ik heb altijd het gevoel dat bij het linker oog meer erop komt dan bij het rechter oog. Ik weet niet hoe dat komt, misschien. Ja, het ligt vast aan hoe ik het aanbreng. Maar ik heb het gevoel dat ik hier precies hetzelfde doe als hier. Maar toch komt er altijd hier meer product. Super weird. Dan doe ik maar gewoon hier weer even iets meer. Dan komt geappt. Ik heb het zogenaamd staan op trail, maar je kunt gewoon super goed horen. Net een koe erbij.
Zo, dat is dan klaar. Dan pak je de Freshly Toasted oogschaduw uit mijn palet. En met precies dezelfde kwast ga ik gewoon weer over deze kleur heen om het iets donkerder te maken. Want nu is het iets te licht. Nou pak ik deze rode H&M oogschaduw. Dit is de kleur in de red. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik daar ook in mijn elkaarboog, maar dan iets eronder. Om het iets meer rood te maken. En met de grote fluffy kwast waar verder niks op zit, blend ik het allemaal nog een beetje in elkaar. Nou, we gaan vandaag voor een cut crease. Dus ik doe even weer een klein beetje concealer op mijn hand. En dan ga ik de cut crease maken. Daarvoor gebruik ik deze platte synthetische kwast van Morphe. En dan ga ik gewoon de vorm maken. Normaal, als ik een cut crease doe, doe ik eerst de ogen en dan pas mijn gezichtsmake-up. Maar nou ben ik dat dus vergeten. Maakt niet uit. Dan pak ik weer de witte kleur uit mijn palet. En daarmee ga ik de concealer op mijn oog zetten. Dit doe ik net zo lang totdat ik het niet meer voel plakken. Dan pak ik deze platte kwast met weer mijn H&M oogschaduw. En dan ga ik de rand wat meer rood maken. Dit doe ik gewoon heel voorzichtig. En dit doe ik hier ook. Het maakt niet uit als je een beetje op de concealer gaat. En met de platte kwast waarmee ik de witte kleur aanbracht, ga ik nou een beetje de rode kleur uitblenden. Dan pak ik deze losse rode glitters van Make Up Studio. En het is de kleur red. En die ga ik helemaal plakken op heel mijn ooglid. En ik gebruik daarvoor de H&M Glitter Glue. Ik gebruik daarvoor weer dezelfde platte synthetische kwast die ik heb gebruikt om een cut crease te maken. En ik doe een beetje van de Glitter Glue gewoon zo op mijn hand. En dan breng ik het gewoon zo aan op mijn ooglid. Nou moet het wel echt binnen die lijn blijven. Dus pas op dat je geen plak boven die lijn aanbrengt. Lijm, plak. En de plak breng je helemaal aan tot aan het einde. Plak, ik zeg steeds plak, ik bedoel lijm. En dan dep ik gewoon zo de glitters erop. Nou, de reden dat ik dus eerst mijn ogen moest doen en dan pas mijn gezicht is omdat er nou allemaal rode poeder hier valt. Dat haal ik straks al weg. Ik doe hier niet te veel, want daar komt nog eyeliner. Zo, alle glitter zit erop. Het is nou wel echt too much. Maar straks als de hele ooglook af is, is het iets minder heftig. Of ja, dan is het nog wel heftig, maar dan lijkt het tenminste mooi. Nou is het tijd voor eyeliner. Ik gebruik natuurlijk weer mijn Catrice Liquid Eyeliner. En ik ga een hele lange wing maken tot ongeveer hier. Wat wel echt minder is aan deze glitters, is dat als je eyeliner opdoet, het moeilijk is om het mooi recht te maken door al die glitters. Maar ik ga mijn best doen. Nou, eentje is gezet. Nou, de andere. Dan pak ik weer deze donkerroodbruine kleur uit mijn palet. En met een smalle platte kwast ga ik de rand een beetje uitblenden. Dan pak ik weer deze rode H&M kleur en die doe ik met dezelfde kwast onder mijn ogen. Ik ga eerst een beetje de fallout weghalen. Die ging op zich best makkelijk weg. Met van die losse poeders gaat de fallout altijd best wel makkelijk ervan af. En dit doe ik gewoon zo op mijn wimperrand. Als mascara gebruik ik deze van Essence, de False Lashes mascara. En dit is de roze variant. Deze mascara is zo goedkoop en zo fijn. En als neppe wimpers gebruik ik de F2 van de AliExpress. Nou, de lijm op mijn wimpers is nu aan het drogen. Ik ga even verder met mijn ogen. Ik ga iets meer aanbrengen van deze H&M oogschaduw onder mijn oog. Ik wil het iets roder hebben. En dan pak ik weer deze donkerroodbruine kleur uit mijn paletje. En die doe ik met dezelfde kwast nog een keer op mijn onderste wimperlijn. En dan pak ik deze donkerbruine kleur en daar ga ik er nog één keer mee overheen. Hierdoor maak ik het iets meer smoky. Nou, ik heb mijn neppe wimpers opgedaan en ik heb mascara gedaan op mijn onderste wimpers. Nou gebruik ik mijn Essence Smoky Cold Liner voor in mijn waterrand. Nou, dan zijn we klaar met de ogen. Dan gaan we weer verder met het gezicht. Als bronzer gebruik ik mijn Benefit Hoola bronzer. En ik ga lekker mijn gezicht veel bronzen, want ik ben nou echt op mijn lichtst. En ik wil echt bruiner zijn. Maar ik heb geen zin om naar de zonnebank te gaan. Dus dan moet je maar gewoon veel bronzen. Ik pak weer deze contourkleur uit mijn NYX Contour Palette om mijn neus extra te contouren. Die mag echt wat smaller. En dan blenden, blenden, blenden.
Dan pak ik mijn Milani Baked Blush in de kleur Berry Amore. En deze ga ik gewoon aanbrengen op mijn wangen. En dan met mijn poeder ga ik die weer strakker maken. En dit laat ik er gewoon even op zitten. Als highlighter gebruik ik de Sleek Palette. Dit is de Cleopatra Kiss. En ik gebruik deze gouden kleur. Ik doe hem ook op mijn neus. En op mijn voorhoofd voor een extra glow. Een beetje onder mijn wenkbrauwen. En that's it. Dan haal ik even deze poeder weg. Nou gaan we verder met lippen. Ik doe op de lippen niet too much. Aangezien deze ooglook al too much is. En anders wordt het allemaal too much. Ik gebruik de NYX Lingerie Liquid Lipstick in de kleur 4. En deze doe ik gewoon zo over mijn hele lippen heen. Dit is een hele mooie liquid lipstick. Hij is mooi mat en het is een mooie nude kleur. En dan nog wat setting spray. Dit is de Chill Setting Spray van Urban Decay. En dan zijn we klaar. Nou, dit was dan het einde van mijn tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en hier iets aan hebben gehad. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en vergeet ook niet te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en elke dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doei!